Plexiglas heeft veel voordelen ten opzichte van normaal glas. Maar het heeft ook een nadeel. Het is krasgevoeliger. Daarom vergt het schoonmaken van plexiglas extra aandacht. Het moet namelijk voorzichtig gebeuren. In deze video vertel ik je alles over het schoonmaken van plexiglas en hoe je dat het beste kunt doen. Wat hebben we hiervoor nodig? Een emmer lauwwarm water, afwasmiddel, Burness antistatisch reiniger, een microvezeldoek en een niet-pluizende doek. Om plexiglas schoon te maken gebruiken we een sopje met warm water. Gebruik altijd een ruime hoeveelheid water en één drupje schoonmaakmiddel. Die ruime hoeveelheid water is erg belangrijk, net als het regelmatig uitspoelen van het doek. Want door middel van het ruime hoeveelheid water en het uitspoelen van het doek zorg je ervoor dat je het vuil niet over de plaat heen en weer beveegt en dus krassen veroorzaakt, maar steeds wegspoelt en uitspoelt. Misschien denk je, wat een gedoe, al dat water en sop. Ik gebruik lekker spiritus of glassex. Dat zou ik dus niet doen. Met spiritus en glassex gebruik je maar weinig vocht. En daarmee verplaats je steeds het vuil over de plaat heen en weer. Het gevolg daarvan is dat je krassen krijgt. Let op, gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen zoals wasbenzine, aceton of tinner. Deze zijn veel te agressief voor plexiglas en laten een waas op de plaat achter. Om ervoor te zorgen dat de plaat na het wrijven met de microvezeldoek niet statisch is, gebruiken we Burness antistatisch reiniger. Hiervan doen we wat op de doek en wrijven we over de plaat heen. Vervolgens laten we hem drogen in de lucht. Wil je meer weten over het onderhouden of schoonmaken van plexiglas? Bekijk dan onze blog of neem contact met ons op. We helpen u graag verder.